Aankomend jaar is het alweer 80 jaar geleden dat de Nijmeegse binnenstad werd gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. In de jaren erna is er hard gewerkt om deze weer op te bouwen, met veel nieuwe architectuur tot gevolg. Vanwege dit jubileum is er dinsdagavond een expositie geopend in de etalage van de HEMA, dat zelf een goed voorbeeld is van deze architectuur. De tentoonstelling neemt je mee langs de verwoesting, de bevrijding en de wederopbouw. 2 jaar lang is deze te zien en in die tijd zal de inhoud 5 maal worden aangepast. Ja, zo dadelijk zal Tobias van Elferen, wethouder erfgoed in Nijmegen, een tentoonstelling openen in de HEMA-etalages. En dat is een tentoonstelling die gaat over 80 jaar Nijmeegse binnenstad. Het begint met een tentoonstelling die nu in de 6 etalages te zien is voor Nijmegen, over Nijmegen voor de oorlog. Ja, in de tijd voor de oorlog hebben we een aantal thema's in onze etalages. De oude stad, hoe die was, dat is met grote doeken en uitvergrote ansichtkaarten. Het katholieke Nijmegen komt aan bod. Het oude station van Nijmegen, natuurlijk verdwenen door het bombardement, komt aan de orde. Etalages van Nijmegen voor de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde. Dus verschillende thema's van Nijmegen, van de binnenstad van Nijmegen, in de periode voor de oorlog worden in die etalages getoond. Ja, mag het? De expositie is op een feestelijke manier geopend door de wethouder. Als wethouder erfgoed vind ik het heel erg belangrijk dat we mensen laten zien wat voor mooie plekken we in Nijmegen hebben. En wederopbouw erfgoed, zoals de HEMA zelf, maar ook de dingen die in de tentoonstelling te zien zijn. Dat vind ik echt heel belangrijk dat Nijmegen daarvan weet. Ja, dit is natuurlijk een bijzondere plek voor ons als stichting Nijmegen Wederopbouwstad. Want de HEMA is een uitgesproken gebouw uit de wederopbouw. Het is gebouwd in 1958. Wij willen dit erfgoed graag behouden. En het was voor ons een uitgelezen kans om hier in de etalages een tentoonstelling te kunnen houden over die binnenstad. Want ja, waar kun je mooier een expositie houden over de Nijmeegse binnenstad dan in het gebouw wat voor ons een icoon is van de wederopbouw, namelijk dit HEMA-gebouw. Ik denk juist dat als mensen snappen dat er echt een verhaal zit, dat na het bombardement met deze materialen, met deze gedachten, opnieuw de binnenstad werd opgebouwd, dat dat het belangrijkste boodschap is om te laten zien. En heel eerlijk gezegd vind ik het HEMA-gebouw zelf, waarin je dus via de glanzende ramen, de Steefskerk en de wagen kan zien, hè, zo is het ook echt bedoeld, dat vind ik zelf prachtig. Ja. De naoorlogse panden zijn kenmerkend voor de binnenstad. De wederopbouw van de stad heeft daarom een prominente rol in deze tentoonstelling. Ik denk dat de binnenstad heeft zich de afgelopen 80 jaar enorm ontwikkeld. Er is heel erg veel gebeurd. En onder andere de wederopbouwperiode heeft daar prachtige panden aan toegevoegd. Denk aan hier de HEMA. Denk ook aan Bacon Kloppenburg, waar nu de H&M in zit. Ja, er zijn allerlei, ik kan een hele serie van gebouwen noemen, ook heel veel in de Broerstraat. Allemaal gebouwen, als je even omhoog kijkt, als je even beter kijkt, zit daar een enorme schoonheid in. En dat laten we onder andere in deze tentoonstelling zien. Want wat wij doen, in tegenstelling tot musea of andere plekken waar tentoonstellingen binnen zijn, hier bereiken we mensen die gewoon op straat winkelen en die dan ineens in als je kijken van de HEMA en denken, Josses, wat een leuke tentoonstelling. Dus wij bereiken toch wel een breed publiek, hopen wij de komende maanden met deze tentoonstelling.